Wat is er? Ja, ik ben de mensen op Instagram weer. Ik was het al vergeten. Deze Instagram-naam is ook gewoon King Kana. Ja, ja, ja. King Kana. Ja, nee, en hij heeft 142.000 volgers. Volgens mij is dat heel uniek voor. Van een politieker. Ja, ik denk dat ook. Ja, ja, die is heel populair. Oh, zie je, die komt op. Die heeft zijn ziel verkocht aan Medialaal. Ja, kijk, maar het hoort erbij. Het hoort erbij, of niet? In mijn ogen niet. Kut toe, Willem op Massi. <Ja. laughs> Oh, ik had nooit van wow, zo. En heel Vlaanderen, maar wie is dat? Wie is dat? Oh wel, nee, misschien over 20 jaar zit jij wel in het parlement. Je weet nooit, hè. Dat ook zo? Verdere politieke ambities? Of wordt het dan allemaal te veel spelletje? Ambities? Momenteel echt niet. Nee. Het is ook een interessante leerschool. Of een dankbare leerschool, denk ik. Puur veel dankbaar. Ja, sowieso. Ja, want als ik me niet vergis, is Puurs, dat is niet zomaar... Puurs Sint-Amans, sorry. Het is niet zomaar een slaap... Sorry, Sint-Amansenaar. Alle zeven. Het is niet zo'n slaperige gemeente. Alle 7000. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat niet hetzelfde is als in een dorp in West-Vlaanderen schepen te zijn. Nee, ik denk dat dat een groot verschil is. Wij zijn ook echt een bruisende gemeente. Ja. Gezien, op alle vlakken, als je naar evenementen kijkt, sport, jeugd, ook kinderopvang bij ons, dat is iets uniek. Hoeveel uren dat je kind eigenlijk kwijt kunt. Ah, dat weet ik niet. Hè? Ja, dat is redelijk uniek in Vlaanderen. Wallonië, dat weet ik niet. Dat is dus gewoon in kooien stoppen, hè. Ben daar geweest? Ik ben daar geweest, ik heb daar geen kinderen gezien. Die een toeroep. Nee, dat blijft wel weg. Oké. Okay. Nee, dus dat is een groot verschil.